Goedenavond, dames en heren, ouders. En misschien zijn er ook wel studiekiezers die kijken. Van harte welkom vanavond op het webinar. Vanavond is het thema je interesses ontdekken. En toen ik met de twee studenten die hier zitten sprak over het onderwerp, dan net voordat jullie er allemaal waren, toen zeiden ze allebei, ja, maar dit is echt heel erg belangrijk om er goed over na te denken. Nou, dat vind ik ook. Daarom heb ik ook dit thema gekozen. En daarom wil ik ook heel graag jullie voorstellen aan de studenten. Of nee, doe dat zelf maar. Even mezelf voorstellen. Mijn naam is Hermien Miltenburg. Ik ben oudervoorlichter. Dat betekent dat ik ouders met een kind op HAVO-VWO of ouders met een kind dat net op een HBO of een universiteit zit, mag helpen met raad en daad en wat producten. Hopelijk ook dit webinar. En ik doe dat gelukkig niet alleen, ik doe dat samen met Geke en Myrthe. Nou, wie van jullie wil het spit zelf bijten? Ja hoor, is goed. Doe jij dat? Doe ik dat. Oké, ja. Myrthe, wie ben jij? Nou, ik ben dus Myrthe. En ik ben ondertussen begonnen aan mijn master in bos- en natuurbeheer. En voor mij was mijn studiekeuzeproces niet echt helemaal rechtlijnig. Bij veel mensen niet. Maar bij mij ging het eigenlijk zo. Ik wilde heel graag biologie studeren. En toen zakte ik voor mijn eindexamen op biologie. Ah ja. Nou, dat zorgde er wel voor. Nou noemde je al het belangrijke ding. Je zei van, ik zit op een masteropleiding. Ja. Ja, dat heeft even wat toelichting nodig. Myrthe zit op een universiteit. En dan doe je een bacheloropleiding en een masteropleiding daarna. En als je dat allebei gedaan hebt, dan is je opleiding compleet. Zit je op een hogeschool, dan doe je alleen een bacheloropleiding en ga je daarna werken. Daar gaan we natuurlijk straks nog uitgebreid over hebben. En ja, ik vind dat je een mooie introductie geeft, Myrthe. Dus je bent nu het eerstejaars master. Je hebt je bachelor afgerond en je bent klopt. Nu aan je tweede studie begonnen. Ja, zeker. Ja, mooi. Dankjewel. En jij, Geke? Ik ben Geke Loobrecht. Ik ben 23 jaar en doe nu ook mijn master van de universiteit. Ik zit in mijn tweede jaar, dus dan ben je echt aan het afronden. En ik doe de master in voeding en gezondheid. En heb ook een switch gemaakt van een andere bachelor, dus een andere start, naar de master waar ik nu zit. Ja, nou dat vind ik heel interessant om er straks wat meer over te horen. Deze presentatie, zoals u op de dia kunt zien, gaat over studiekeuze, studeren, over een tussenjaar en ook wel een klein beetje over geldzaken. Maar het gaat vooral over het thema je interesses ontdekken. Deze presentatie stuur ik u na afloop toe. En in de presentatie staat op verschillende plekken allerlei links. En die links die gaan naar een blog dat ik schrijf, een blog voor ouders. Of naar de Facebookgroep voor ouders, ouders en studie. Misschien wilt u daar lid van worden. Daar wisselen ouders veel nieuwtjes onderling uit. En ik post daar ook regelmatig nieuws op. Over studiekeuze en studeren, want er verandert ontzettend veel. Er is in de tijd dat jullie studeren ook echt heel veel veranderd in studieland. Hè? Ja, het is gewoon echt opvallend hoe hard dat gaat. Dus dat, ja, dat krijgt u allemaal toegestuurd. Je interesses ontdekken. Als je weet, zoals je op de dia kunt zien, als je van jezelf weet welk interessegebied, welk vakgebied voor jou interessant is, dan ben je eigenlijk al een heel eind. En nou vraag ik dat aan jullie, waarom zeg ik dat zo? Nou, wat ik daar eigenlijk een beetje uithaal, is een interessegebied. Ja, dat is natuurlijk super belangrijk om uit te zoeken wanneer je een studie kiest. Ik wist dat ik biologie interessant vond, maar ik wist ook dat ik biologie niet ging studeren. Nou, dan moet je het breder gaan kijken naar wat is het interessegebied. Nou, en voor mij was dat dan de natuur. En dan ben ik bij de opleiding Bos en Natuur weer uitgekomen. Ja, ja. Nou, dat heb je heel knap gedaan. Want dat is wel heel opvallend. Jonge mensen denken vaak aan 20, 30 beroepen bij een bepaald interesse. Of überhaupt 20, 30 beroepen. Maar als je echt verdiept in een bepaald interessegebied, dan kom je erachter dat er veel meer mogelijkheden zijn dan je aanvankelijk dacht. Want ik denk dat toen jij op 4 VWO zat, dat je ook nog nooit van bos- en natuurbeheer had gehoord. Nee, zeker niet. En ik weet ook wel zeker een aantal ouders die nu kijken, dat die er ook nooit van gehoord hebben. Ja. En zo zijn er per interessegebied honderden mogelijkheden. Het is
heel vaak zo dat jonge mensen denken van nou, als ik begin aan een opleiding, zit ik daar de rest van mijn leven aan vast. Ja, dat dacht ik ook. Dan heb je gekozen op de middelbare school en dan is het eindelijk klaar. Want je hebt net je profielkeuze gehad en dan weer je studiekeuze en daarvoor nog je middelbare schoolkeuze. Maar ik ben eigenlijk wel blij geweest dat het daarna niet helemaal klaar was. Ook al kan het ook wel onrustig zijn om maar te blijven kiezen. Maar ik had een bachelor gedaan die heette Gezondheid en Maatschappij. En dat vond ik heel leuk. Maar merkte dat ik echt een passie heb voor eten. Ja, het is gewoon mijn hobby. Ja, dus jouw interessegebied is echt eten. Alles wat met eten te maken heeft. Maar wel gelinkt aan gezondheid. Dus mijn bachelor, dus mijn Gezondheid en Maatschappij, daarin vond ik de vak en de onderwerpen het leukste als het ging over voeding. Ja. Dus ik wilde iets sociaals met voeding, maar ik wilde dan ook wel echt weten wat er in voeding zit. Dus ben ik wel naar een voedingsmaster overgestapt. Ja, dat vind ik interessant wat je nu zegt, want het lijkt net als je een bepaald schooltype kiest, dat dan je hele schoolcarrière vastlegt. Als je naar de HAVO gaat en je kiest het profiel, dan heb je Frans, Duits, Engels als je een CNM profiel hebt. En dat heb je dan zo een paar jaar. Op een hogeschool of een universiteit is dat helemaal niet zo. Je begint met een vast programma in het eerste jaar en daarna ga je steeds meer je eigen route kiezen. Ik merk aan de manier waarop jullie praten dat jullie dat ondertussen heel gewoon vinden. Ja, we zijn bijna gewend ondertussen, ja. Ja, ja, maar het is natuurlijk helemaal niet gewoon, hè? Nee, nee, ik wist dat niet toen ik begon aan mijn opleiding. Ik moest zelfs na mijn eerste jaar moest ik gelijk een major moest ik kiezen. Ja, je hoofdvak. Nou, dat is gelijk, dat is gelijk ook weer zo'n term. Ja. maar dat zal nog duidelijk worden. Maar dan moet je ook kijken, wat vind ik leuk? Welke richting wil ik op? Nou, en dan komt je minor, dan mag je het helemaal zelf bedenken. Ja, dat is dus je bijvak eigenlijk. Ja, ja. Dus het blijft doorgaan. Ja. 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 En dat willen we ook heel graag in het onderwijs. Hè. We praten over HBO, universiteit, hoger onderwijs. We willen graag die jonge mensen helpen te ontdekken hoe hun interesses er nu echt uitzien. En echt goed nadenken over, waar wil ik naartoe groeien. Ja, en dan is interesses een woord wat ik denk ik eigenlijk nooit had begrepen. Want dan dacht ik al, mijn interesses zijn dit beroep. Of het kopje gezondheid. Maar als je aan iemand vraagt, wat is je hobby? En ik zeg gezondheid. Dat is raar. Ja, ja. Dat is heel abstract. Dus interesses, en daar gaat deze webinar denk ik ook over, is echt veel meer van, wat heb je eigenlijk altijd al wel heel leuk gevonden? Ja. In plaats van, welk beroep klinkt wel goed, betaalt wel lekker. Ja, dat is voor mij betekent dat interesse. En dat heb ik denk ik pas in de afgelopen jaren meer geleerd. Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want dat is het ontdekkingsproces dat de meeste studenten ook door moeten maken. En ook heel erg belangrijk. Mirthe, jij bent al een klein beetje begonnen aan jouw verhaal. En ik heb jou van tevoren mogen interviewen en er ook wat dingen over opgeschreven. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, ik zei het net al een beetje. Ik wilde dus biologie gaan studeren en ik was al helemaal klaar ervoor. Ik had er helemaal, dat ging ik doen, want ik vond biologie leuk. Nou, en ik keek alleen maar, dat schoolvak vind ik leuk, dus dan gaan we dat schoolvak studeren. Dat was voor jou de basis. Je vond het schoolvak biologie interessant en toen dacht je, dat ga ik doen. Ja. Nou ja, en als je dan zakt op je biologie voor je eindexamen. Maar je was er dus niet goed in. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, en toen begon ik eigenlijk breder te denken dan alleen in die kaders van die schoolvakken. En dat heeft me heel erg geholpen. Ja, nou wil ik wel eventjes een complimentje aan je geven. Want een heleboel leerlingen denken van, ik ben goed in scheikunde. Ik ga dus iets met scheikunde doen. Ja. Maar jij hebt anders gedacht. Je hebt gedacht van, dit vind ik interessant en daar wil ik dus iets. Dat vind ik hartstikke knap, hoor. Nou, dat was best moeilijk ook. Want het zorgt natuurlijk ook, je denkt van, ik ben daar niet goed in. Dan moet ik maar een hele andere kant op waar ik wel goed in ben. Ja. Maar ja, ik ben er nu ondertussen ook wel achter gekomen. Als ik iets niet leuk vind, dan ga ik ook niet de motivatie erop voor kunnen opbrengen om het te doen. Ja, dus voor mij is het echt belangrijk geweest om te zeggen, dit is wat ik leuk vind. Hier kan ik mezelf voor motiveren. En nu doe ik eigenlijk de ecologie-richting van biologie. En nu gaat het hartstikke goed. Ja. Dat vind ik toch een beetje vaag klinken, de ecologie-richting van biologie. Ja, dat snap ik. Ja, het is eigenlijk, biologie heb je al als een heel groot, dat is heel breed. Mm-hmm. En toen begon ik na te denken, welke onderdelen daarin vind ik interessant? En eigenlijk was dat de natuur en niet
de mens. Ja, dus eigenlijk, dus. Als ik het eventjes wat breder probeer te vertalen op mijn eigen manier, als ik het niet goed doe, dan moet je dat zeggen. Jij dacht van, nou, dat schoolvak, dat vind ik echt leuk, maar ik moet dat een beetje uit elkaar trekken, een beetje analyseren om te bedenken van welk onderdeeltje wil ik nou echt verder op gaan. Ja. En wist je toen al dat er een studie bestond op dat gebied? Nee. Nee. Nee, ja. Nee, dat kan ik daar ben ik later achter gekomen. Ja. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel erg veel studies op allerlei gebieden mogelijk. Ja, en, zelfs binnen de natuur ook natuurlijk. Ja. Want als je biologie pakt, min de mens, dan heb je nog steeds heel erg veel studies die je kunt doen. Ja. Nou ga ik eventjes in mijn rol zitten van oudervoorlichter en docent. Ik heb heel veel studenten gehad toen ik les gaf op de universiteit en ook nu ik lesgeef op het hbo. En ik merk vaak dat studenten die makkelijk kunnen studeren en die niet heel goed nadenken over waar ze nou werkelijke passie voor hebben, dat die echt schrikken van hoe het onderwijs op een hogeschool of een universiteit is. Die hebben eigenlijk nooit iets hoeven te doen op de HAVO of het VWO. Dat ging op dat vak heel makkelijk. En dus ook nooit na hoeven te denken over hun motivatie. Dat konden ze makkelijk, dus gingen ze dat doen. En dat is nou typisch het soort studenten dat echt risico loopt om uit te vallen. Die niet na hebben gedacht over wat is nou mijn werkelijke passie. Ja. Ja. Maar goed, je was dus gezakt voor biologie. Ja. En toch ben je het gaan doen. Ja. En hoe gaat het dan nu met je? Ja, gaat echt goed. Ja? Ja. Ja. Kijk, in het eerste jaar heb je natuurlijk, ook bij mijn studie is dat zo. Ik had vakken van die basisvakken waar je eventjes doorheen moet. Nou, daar heb ik best hard voor moeten werken. Maar, ja, want echt talent had je er niet voor. Nee, zeg maar wiskunde, ja, weet je, ik begrijp dat het in het basispakket zit, maar echt een feestje was het ook niet hoor. Nee. Ik heb echt een week opgesloten op mijn kamer, alles geleerd en toen heb ik het gehaald, zeg maar. Maar dat was echt eventjes, dan moet je ook ervoor willen, ja, echt een beetje ervoor willen knokken, zeg maar. Maar ik vond de vakken die echt over de ecologie gaan, vond ik zo leuk, dat ik het ook wel voor over had. En heb je ook wel eens getwijfeld aan je studiekeuze, omdat je er zoveel moeite voor moest doen eigenlijk om het te halen? Nee, toen ik de studie deed, niet. Omdat ik vond het echt heel erg leuk. Dat heb ik niet gehad, nee. Nou, gelukkig, want dat gebeurt ook natuurlijk nog wel eens. Ja. Dat mensen denken van ja, maar ik wou eigenlijk die fantastische stage of die geweldige afstudeeropdracht die je dan op de open dag gehoord hebt. Ja. En dan begin je met natuurscheikunde en weet ik het wat. Al die, ja. Ik hoor eerstejaars nog wel eens zeggen van het lijkt net of ik op HAVO 6 zit of VWO 7. Ja, echt hoor. Ja, dat kan. Ja, dat snap ik. Ja. 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 Dat is ook iets waar je echt doorheen moet. Ja. Als jij dat verhaal van Myrtus hoort, Geke, wat komt er dan iets bij je op? Ik heb wel even nog getwijfeld tijdens mijn bachelor. Ja? Deels ook door die eerste basisvakken, dat had ik ook. Ja, dat snap ik, doorheen. Voor mij was het wel ook reden genoeg om te blijven binnen mijn bachelor, omdat ik wist, oh ja, eerste jaar is wat basaler en daarna wordt het specifieker. Maar ik merkte dat ik het lastig vond dat binnen mijn bachelor er heel veel theorieën werden gegeven over hoe een mens werkt en zich gedraagt in een omgeving en hoe je dan met deze studie mensen kan helpen om gezondere keuzes te maken. En het stukje mensen helpen gezondere keuzes te maken vind ik heel leuk. Maar als ik dan een theorie krijg en daar kan ik kennelijk een mens in zetten of ik kan de wereld vangen in die theorie, dat vind ik lastig. Dan denk ik, ja, maar ik ken iemand en dat is niet zo. Ja, precies. Nou, dit vind ik wel een heel mooi bruggetje naar de volgende dia. Want nu wil ik graag iets uitleggen over het systeem van het onderwijs. Ja. En want daar heeft jouw verhaal echt duidelijk mee te maken. Als je kijkt naar deze dia, dan zie je hier twee kolommetjes staan. De linker kolom is een bacheloropleiding, maar een bacheloropleiding op het hbo, hoger beroepsonderwijs. Deze bachelor leidt op tot werken. In het eerste jaar heb je basisvakken, net zoals op de universiteit. Het hbo en de universiteit hebben meer overeenkomsten dan verschillen, hoor. Vergis je daar niet in. De eerste 4 jaar, of die 4 jaar op het hbo, zijn wel gericht op een beroep. Dus wat jij zegt van hoe kan ik hier nou een mens in zijn, wat heb ik eraan? Als je dat echt heel belangrijk vindt, dan zou ik zeker ook overwegen om naar het hbo te gaan.
Je hebt dat natuurlijk al lang gehad, maar dat zijn typisch vragen die horen bij een beroepsopleiding. Hoe kan ik dat toepassen in de praktijk? En wat jij aangeeft van ja, die theoretische modellen, die horen weer veel meer bij dat rechterkolommetje, bij die drie blokjes van de universitaire bachelor. Eerste jaar ook theoretisch, tweede en het basisvakken, tweede en het derde jaar veel theorie. En het is echt wel af en toe lastig om te snappen dat het ook nog eens een keertje ergens toe leidt. Ja, en als ik daar mag inhaken dan... nou, wij doen allebei universiteit, maar ik heb ook echt wel nagedacht, is dat iets voor mij? Ja, En heel ik heb goed, daar hoor. Niet eens heel lang over nagedacht op de middelbare school, maar eigenlijk tijdens mijn bachelor. Ja. Want ik dacht, ik wil veel meer in de praktijk doen, maar ik heb gekozen voor een theoretische opleiding. En ik ben dus wel aan het zoeken van, nou, als ik afgestudeerd ben, ga ik denk ik niet... een wetenschapper zijn die alleen maar theorieën bekijkt, maar ik wil wel ook de praktijk in. Maar daarom hoop ik ook dat als je thuis zit en je denkt, ja, die theorieën, ik word er al misselijk van als ik erover nadenk, stuur jezelf die, niet die, ja, dan, of dan zou, als ik daar zou zitten, zou ik tegen mijn jongere Geek eigenlijk willen zeggen, kijk even bij het HBO, want dat, ik was jaloers op mijn broer die weer een stage had en nog een stage en nog. Ik dacht, wanneer leer je dan? Ja, in de praktijk. Ja. Ja, nou dat vind ik heel nuttig dat je dat zegt, want dat hoort ook bij je interesses ontdekken en wie je bent om je daar op te bezinnen. Nou, jullie hebben dus allebei die rechter kolom gedaan en die 3 jaar afgerond. Ja. En dan begin je aan je tweede opleiding. Die tweede opleiding is je masteropleiding en daar zitten jullie nu allebei in. En Myrthe, jij hebt gekozen voor een aansluitende master. Ja. Maar Geke, jij hebt gekozen voor een andere master. Dat heb je net ook al een beetje verteld. Ja, dat heb ik al een beetje verklapt. En het is niet een hele grote verandering geweest. Als in mijn bachelor was gericht op gezondheid en maatschappij. Dus wat socialer. En de master voeding en gezondheid gaat iets meer in ook op het eten zelf. Wat zit er nou in hetgene wat je eet? En ik wilde heel graag later mensen kunnen uitleggen over hoe je gezonder kan leven. Maar vond het irritant dat ik eigenlijk net niet wist wat gezondheid is, zeg maar op voedingswaardeniveau. Dus toen dacht ik, ja, ik zou mezelf ook niet geloven als ik daar dan zou staan. Mm-hmm. Dus als ik geloofwaardig wil zijn, wil ik me specificeren in de voeding. Dus ik koos voor een master binnen de voeding, die ook nog genoeg sociale aspecten heeft, waarbij al mijn gebabbel ook tot uiting kan komen. Ja, dus eigenlijk dat zoeken naar wat je interessant vindt, waar je interesses liggen, dat is ook... tijdens de universitaire opleiding juist heel erg doorgegaan. Ja. Ja, dat willen we ook graag. Hè? Dat is denk ik ook waar het onderwijs voor staat. Om jullie jonge mensen in aanraking te brengen met een heleboel mooie en interessante aspecten. Ja, die er gewoon zijn en waar je in kunt verdiepen. Dus wat dat betreft is het wel gelukt. Toch is dat niet zo eenvoudig. Als je kijkt naar het volgende plaatje... dan zie je eigenlijk 5 hele basale keuzevragen. En die basale keuzevragen is iets, dat hoort bij studiekeuze, bij profielkeuze, bij studiekeuze, maar het hoort zeker ook bij de keuzes die jullie nu vertellen van die je maakt in je studie. En laat me je verklappen, als je straks werkt, dan moet je weer over dezelfde dingen na gaan denken. Die keuzevragen zijn dingen die je je hele leven meeneemt en waar je hele leven bij stil moet staan. Om te ontdekken bij jezelf wat je werkelijk wil. En dat gaat veel verder dan een schoolvak, hoor. Gaat ook verder dan de studiekeuze. Dus ik zeg nog wel eens tegen ouders van... als je bezig bent met studiekeuze, ben je eigenlijk met je kind na aan denken over de basale dingen van het leven. En wat ik eerlijk gezegd nog wel eens tegen studiekiezers zeg, is van, nou, stel die keuzevragen nou ook eens aan je ouders. Want het is voor... Je moet erom lachen, Geken. Waarom? Oh ja, nee, dat je hem teruglegt. Dat had ik niet verwacht met jouw studiekeuzeproces. Maar dat is wel heel leuk. Ja, waarom vind je dat leuk? Nou, je krijgt vroeger de vraag, wat doet je moeder voor werk? Of wat doet je vader voor werk? En dan is het eerst even graven. Ja, één is duidelijk, psycholoog. En die ander heeft het moeilijker. Ja. Maar ik heb zelden als kind gevraagd, wat heb je gestudeerd? Ja. Want zij zijn nu op een punt en ik heb altijd aangenomen dat ze daar staan, want ik ken hen niet van een eerdere tijd. Ja.
Maar dat zij ook die twijfels hebben gehad en misschien ja. wel geswitcht zijn van studie. En misschien nog wel hebben, hè? Ja, en misschien nog wel hebben. Dus ik vind het leuk dat je ja. hem terugvraagt. En ik denk ook dat je lijkt ook wel een beetje op je ouders, dat je daar ook van kan leren. Misschien is het dan voor mij goed om hierover na te denken. Maar ik weet ook wel zeker dat je ouders van jou kunnen leren. Dat ook nog, ja. Want nadenken over wie je bent en wat je wil en daarover communiceren met je naasten, met mensen die dicht bij je staan, dat schept ook een enorme band. En als ik het over zou mogen doen als moeder, zou ik zeker meer met mijn eigen kinderen gepraat hebben over mijn eigen zoekproces en mijn eigen twijfels. En dat doe ik nu wel hoor. Maar ik had me daar kwetsbaarder in op moeten stellen, zeg ik nu achteraf hoor. Ja, ja. Maar ja, goed, ik kan u alleen maar meegeven wat ik geleerd heb. Die 5 keuzevragen zijn behoorlijk abstracte vragen. En ik heb natuurlijk wel wat onderzoek hierover gelezen. En ik heb ook wel wat vragen ontdekt die wat concreter zijn. En die ik ook jullie voor wil leggen. Maar die misschien ook wel goede vragen zijn om thuis eens te stellen. Als je erachter probeert te komen, wie ben ik, hè, wat kan ik, dan zou een hele mooie, concrete vraag zijn, waar ben ik goed in? Heb jij je dat ooit afgevraagd op de middelbare school? De vraag is me vast wel eens gesteld, maar dan stop je het liefst na 1 punt. Want daarna begin je met, maar ik ben hier niet goed in, ik ben ongeduldig. Hoe komt dat nou toch? Want dat hoor ik nou zo vaak jongeren zeggen. Ja, nou dat is makkelijker, denk ik, omdat als ik zou zeggen waar ik goed in ben, dan heb ik het idee dat ik opschep of dat ik arrogant ben. Terwijl het eigenlijk gewoon een goede vorm van analyseren is wie je bent. Ja. Maar zo, het is al snel van, nou, jij zegt dat je dit goed kan. Ja, ja. Of tenminste, ik denk dat het zo is. Nou, ik denk dat dat wel iets in zit, hoor. En ik denk dat je ook heel gauw het linkt aan schoolvakken, zoals jij dat ook hebt gedaan, Mirte. Ik ben niet goed in biologie, zei jij. Ja. Maar een deel van de biologie was je wel goed in. Ja, want klopt. En welk deel van de biologie was je dan goed in? Ja, de ecologie. Ja. Ja, die vragen gingen altijd goed. Ja. Nou, kijk. Dus dat kan helpen, hè? Als je ontdekt, als je een stapje verder gaat, niet blijft steken bij dit, hier ben ik niet goed in. Maar als je probeert het concreter te maken van hier ben ik wel goed in. Hele goede vraag in dat rijtje vind ik ook. Waar krijg je nou complimenten over? Ja. Daar vraag ik mezelf ook wel eens af, hoor. Van als ik een compliment krijg van, waarom krijg ik dat compliment nou? Dat leert iets over jezelf. Ja. En dat leert dan ook iets waar je als persoon op verder kunt borduren. Ja, zeker. Waardering is een veel grotere energie dan het rode potlood dat ik vroeger als juffrouw gebruikte. Hoor. Ja, ja. Ja, misschien dwaal ik dan een heel klein beetje af, maar ik had veel mensen het herkennen dat je een kritiekpunt heel lang onthoudt, maar dat complimentje ben je zo weer kwijt. Ja, nou dat is, dat snap ik dat je dat zegt. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, toen vond ik het lastig. Toen had ik weer, noem het positieve feedback, maar ik moest wel wat veranderen. Dan dacht ik, ik ben ook nergens goed in. En toen dacht ik, ik ga die complimenten eens opschrijven. Ja, heel goed. Ja. Ik maakte een complimentdocument. Nou, noem het arrogant of niet, maar dan af en toe als ik het dan dacht, ik kan het, ik weet het niet meer. Ja. En dat kan iedereen doen. Heb je dat tegen je ouders verteld trouwens? Nee. Dat zou ik toch eens doen. En daag je ouders dan uit om ook een complimentdocument te maken. Ja, want dat helpt ook. Nadenken over wat je goed bent, dat is de basis van studiekeuze. Ja. Maar niet alleen studiekeuze, alle andere keuzes die nog komen, ook voor je ouders hoor. Ja. En in de studiekeuze hebben we het dan vaak over de wondervraag. Op deze dia zie je een tekening van iemand die zich in de fantasie denkt van nou, als nou alles zou kunnen, als de wereld nou werkelijk de Efteling was, wat zou ik dan willen doen? En natuurlijk bestaat die wereld niet, hè? En nou ja, ik zeg wel eens als grapje, zelfs in de Efteling zijn er draken. Is mijn kleindochtertje heel bang voor, tussen neus en lippen. Maar die echte wereld, die is gewoon is geen Efteling. En toch kan het je helpen om in je fantasieën na te denken van, als nou alles zou kunnen, wat zou ik dan doen? Ook dat helpt je heel erg om je passie te ontdekken. Ja. En als je passie hebt, zoals jij die heel duidelijk gevonden hebt, Mirte. Nou ja, als ik erover praat, begin je al te stralen. Ja. Dat is een vreugde voor je leven. Ja. Ja. Geschenk voor je leven.
De tweede keuzevraag is ook zo'n vage vraag, maar die kun je ook makkelijk concreter maken. Ik heb hier een paar voorbeelden van concreter maken van die vraag. Maar als ouder en hopelijk studiekiezer kun je dat voor jezelf natuurlijk ook concreter maken. Wat wil ik? Wat drijft mij? Waar wil ik nou echt moeite voor doen? Dat is een motivatie. Als je dat voor jezelf weet, waar je echt moeite voor wil doen, dat helpt je ook heel erg om je interessegebied af te kaderen. Als ik dat zo zeg, Heike, doet dat dan iets met jou denken aan iets van jezelf? Iets wat je echt interessant vindt, waar je echt door geraakt wordt, waar je echt moeite voor wil doen? Ja, en ik denk, dat kwam ook wel door de vraag, wat heeft me dan gedreven eigenlijk door al die jaren heen? Want op het moment, soms denk je, heb je minder inspiratie, maar dat ik als kind, van kinds af aan het al heel leuk vond om mensen dingen uit te leggen. Of iets lekkers te maken of te koken. Of als er bij mijn ouders werkten best veel. En als ze dan niet konden koken, dan nam ik dat ook graag over. En dat nam ik voor lief. Ik dacht, dat doet iedereen. Totdat je dan gaat studeren en mensen met een ui in hun hand staan en zeggen, wat is het, hoe dan? Ja, wat is dit eigenlijk? Ja. Voor iets komt het van Mars. Ja, precies. Ja. En dat ik dacht, oké, grappig. Dit is niet voor iedereen zo. En ik vond dat altijd interessant. Maar die dingen nam ik voor lief, net als praten voor groepen vind ik leuk. Ja. Ik dacht, vindt iedereen leuk? Nou, sommige mensen draaien zich om en denken, ik ga naar huis. Ik vind het afschuwelijk. Ja. Ja. Dus, en dan denk ik van, ja, maar die persoon is heel goed in scheikunde, snap ik niet zo heel veel van. Dat praten van mij, ja, daar heb je niet zoveel aan. Maar dat is een vaardigheid. Maar dat is wel de interesse die jij hebt, iets wat bij jou past. En dat is goed om vast te houden. En om dat in dat complimentenlijstje van je te zetten. Als je achteraf terugkijkt, dan ontdek je heel vaak bij jezelf wat je op deze dia ook ziet. Dat als je terugdenkt, dat je bij jezelf denkt van, oh, maar dat vind ik mijn hele leven al leuk. Je vindt je hele leven al leuk om met dat eten bezig te zijn. Ja, ja, bij jou hoef je het woordje natuur maar te noemen. En, ja, klopt. Hè? Maar dat weet je, dat ontdek je heel vaak achteraf. En daarom kunnen ouders ook heel erg helpen door erop te wijzen van, ik zie dat je dit, dat dit een passie voor je is. Dat je opleeft als je in het bos loopt. Ja. En dat je opleeft als je met eten bezig bent. En dat is dan natuurlijk nog helemaal geen concrete studie of zo. Laat staan een concreet beroep. Maar het is wel een drijfveer. Ja. Het hoort wel bij de dingen die je helpen om je interesses te ontdekken. Ja. Ik ben nog één dingetje even vergeten. Ja, deze dia. Welk soort werk past bij me? Eigenlijk hebben jullie daar ook al een klein beetje over gepraat. Belangrijk om bij jezelf na te gaan, hou ik van leren of hou ik van doen? Jij drukte dat heel mooi uit, Geke. Van, hou ik van praktisch of hou ik van wetenschappelijk? Wil ik in een groepje werken of wil ik alleen werken? Ja. Ja, ik weet ook van mezelf, ik moet niet later een kantoorbaan hebben waar ik de hele dag achter mijn bureau zit. En waarbij ik totaal niet bezig ben met datgene waar ik geïnteresseerd in ben, namelijk de natuur. Ja, dus dat was voor mij ook wel een belangrijke. Ja, dus weten hoe je leert, hoe je groeit, hè, ja, en hoe je graag werkt, dat wie je bent, dat helpt. Heb je dat ook wel eens aan je ouders gevraagd? Hoe werk jij graag? Hoe leer jij graag? Ja, bij mij is vooral mijn moeder belangrijk geweest bij mijn keuzeproces. Ja. Ja, dus ik heb met haar wel hierover gehad. Ja. En toen heb je ook ontdekt wat voor haar belangrijk is. Ja. Nou, wat goed. Wel bijzonder, Ja. En als je nou terugkijkt, hoe kijk je dan op je studiekeuzeproces terug? Nou, eigenlijk ben ik blij dat het zo gelopen is. Ja. Kijk, in het moment is het natuurlijk allemaal dat je denkt, oh nee, en de drama. Maar nu denk ik, oh, ik ben er nu. Nu is eigenlijk mijn keuzeproces in de studie veel rustiger verlopen. Ja. Omdat ik dacht, oh, maar dit heb ik al eens eerder gedaan. Dus nu weet ik hoe ik het aan moet pakken. En ja, je bent beter, heb je beter de methodes om die keuze aan te pakken. Ja. Jij zegt nu, ik heb dat met mijn moeder gedaan. Heeft het ook de relatie met je moeder veranderd? Ja, dat is wel beter geworden. Ja. Ja, omdat mijn moeder die ging een studie doen, dat werd helemaal niks. En toen is ze op latere leeftijd nog een studie gaan doen. Ja. Nou, dat wist ik. Eigenlijk heb ik dat helemaal niet bewust meegemaakt. Dus je hebt ook je moeder beter leren kennen in die fase. Ja, precies. Ja. Ja. Hebben jouw ouders je meegeholpen met je studiekeuzeproces, Geke? Ja, zeker. Met mijn moeder ging ik vaak het gesprek aan met wat vind ik dan leuk en wat zijn de opties. En mijn vader is ietsje praktischer.
Dus die zegt dan gewoon, kom, we gaan naar deze universiteit. En dat, ja, dat een voorbeeld was bijvoorbeeld dat hij zei, ga naar Wageningen. En dat ik zei, nee, daar heb ik niks. Dat is voor boeren. Dat was destijds mijn mening, die ik wel had aangepast. Maar wel daarin ook je verder laten kijken dan je neus lang is. Ja. In plaats van bij, oké, deze studies, die naam komt me bekend voor, dat zal wel bij mij passen. Want dat is ook een beetje hoe ik filterde van studies, welke ken ik. En dan ga je op die termen zoeken. Ja. En dan, dat is heel beperkt. Voor mij, want je moet vooral beperkt. Natuurlijk bij jezelf nagaan. Van wat wil ik? Wat zit in mijn hart, in mijn ziel, in mijn hoofd? Ja. Dus dan helpt het ook dat iemand anders zegt, joh, ik heb deze studie gezien. Is dit dat voor jou? Ja, dat helpt. Ik ga door naar de volgende dia. Wie wil ik worden? Een grote fout die ouders maken, die ik zelf ook zeker ook gemaakt heb, is dat je aan je kind vraagt, wat wil je later worden? Wat ik nu tegen studiekiezers zeg, vraag dat maar eens aan je ouders. Wat wil jij over 5 jaar worden? Want dat is namelijk een antwoord dat je nauwelijks geven kunt. Ja. Je kunt niet weten wat je beroep over 5 jaar zal zijn. Dat weet ik ook niet, dat weten jullie ook niet. Nee. Maar wat wel belangrijk is, is dat je bij jezelf nadenkt, wat wil je bereiken? Wat zijn je doelen? En dat heeft te maken met de 4e keuzevraag. En dan wil ik daar wel graag bij vermelden, dat er natuurlijk verschillende toekomstwegen zijn. Het gaat niet alleen over studiekeuze, het gaat zeker ook over toekomstkeuze. En merk je nou aan je kind dat studeren meteen na HAVO of VWO er niet in zit? Dat is heel vaak zo. Maak er geen drama van, want er zijn natuurlijk verschillende manieren om te komen tot groei. En veel jongeren die kiezen voor 1 of 2 jaar iets anders doen, gaan daarna ook nog weer studeren, hoor. De laatste en allerbelangrijkste keuzevraag is eigenlijk de vraag, wie kan me daarbij helpen? Dit is de belangrijkste en ook de allermoeilijkste vraag. Maar heel essentieel, en zeker als je gaat studeren in deze tijd. Nogal wat studenten hebben extra ondersteuning nodig. De hogeschool en de universiteit geven die ondersteuning ook graag, hoor. Maar anders dan op de middelbare school moet een student daar zelf de regie in nemen. Zelf vragen over stellen. Hier gaat het webinar van 14 december over van welke hulptroepen zijn er dan op de hogeschool en op de universiteit. En hoe kun je dan om hulp vragen? Dus heel erg belangrijk. Ik denk dat jullie dat wel onderschrijven, hè? Ja, zeker. Want bij al die keuzes die je maakt en alles wat je van jezelf uit moet zoeken, heb je gewoon af en toe ondersteuning nodig. Ja, zeker. Dat kun je echt niet alleen. Ongetwijfeld. Op de volgende dia zie je welke interessegebieden er dan zoal zijn. Achter al deze links, deze presentatie krijgt u toegestuurd, zit een hele korte samenvatting van de beste hbo- en universiteitsopleidingen binnen dit vakgebied. Ik ben nu bezig met een update ervan te maken. Dus nu komen de beste studies 2022 achter al die links te staan. Hoe kom je daar nou achter? Nou, er is heel erg veel informatie te vinden op het internet. En ik heb hier een printscreen gemaakt van een hele belangrijke site. Studiekeuze123.nl. Dat is een site die wordt gemaakt door het ministerie. En daar zitten een aantal zoekfuncties in. Ik heb op de volgende dia een printscreen van een schoolvak. Omdat jij ermee bezig bent, Mirthe, heb ik maar gewoon biologie ingetikt. Ja. Heb jij dat ook gedaan trouwens? Ja, dat heb ik gedaan op internet zoeken. Ja. En bijvoorbeeld wat ik heel handig vond was die studiefolders. Ja. Het een soort samenvatting is van wat de studie is en wat doe je en wie zijn het. En dat vond ik heel handig, ja. Ja. Nou ja, dat zie je dan digitaal eigenlijk ook op studiekeuze 1, 2, 3. En als je op een schoolvak zoekt, dan vind je een aantal opleidingen die met dat schoolvak te maken hebben. Maar je kunt ook, en dan zie je op de volgende dia, een interessant thema intoetsen. En als je dan het thema gezondheid intoetst, dan komen er echt zoveel opleidingen op je af. Niet normaal, hè? Ja. Een heleboel mensen denken gezondheid, dat is dokter of verpleegster worden. Ja. Ja. Maar er zijn honderden opleidingen op het gebied van gezondheid. En het is echt nuttig als je op dat thema zoekt, op studiekeuze 1, 2, 3, om daar gewoon eens naar te kijken. Daar kan maar zo de opleiding tussen zitten die het voor jou is.
Veel mensen blijven steken bij de voor de hand liggende opleidingen. En hier heb ik een printscreen van zo'n voor de hand liggende opleiding. En dan zie je ook meteen dat het hele grote groepen zijn. Toen ik dit las, toen werd ik er echt bijna eng van. Joh. Honderden mensen in een groep. Heb je met honderden mensen tegelijk les? Ja, nu helaas even met corona moet dat anders geregeld worden. Dat is ook zoiets vervelends. Corona zal nog een paar jaar, ben ik bang, een rol blijven spelen. Hoe kleiner je opleiding is, hoe meer kans je hebt dat je natuurlijk toch nog zo normaal mogelijk les kunt krijgen. Volgende printscreen dat ik heb gemaakt gaat over een minder voor de hand liggende opleiding. En dan zie je ook dat er hier veel minder studenten in zitten. En ook dat deze studenten veel meer les hebben. Dit heb ik echt zo, toen ik deze presentatie maakte van het internet afgeplukt. En dat kun je dus allemaal zien zonder dat je een stap buiten de deur doet. Nadenken over van hoeveel lestijd heb ik, hoeveel mensen zitten er in de groep. Hoe is het met de kwaliteit van de docenten? Wat vinden de huidige studenten ervan? Echt belangrijk om dat te doen. Als mensen vaker een presentatie van mij hebben gezien, dan weten jullie wel dat ik het altijd heb over de studiebijsluiter. Als je een nieuwe wasmachine koopt, dan kijk je ook wat de consumentengids ervan zegt. Als je een studie koopt, hè, tussen aanhalingstekens, kost veel geld en tijd. Kijk dan ook naar die data die er gewoon zijn. Dat is niet gezegd dat je dan ook de beste studie of de beste HBO of de beste universiteit moet kiezen. Helemaal niet, want het beste is uiteindelijk wat het beste bij je past. Maar kijken naar de harde data en feiten kan natuurlijk echt geen kwaad. Het is een flinke investering in studie. Een ander ding om in te kijken is de keuzegids. Dat is een boekje. En in dat boekje, in die keuzegids, die kun je kopen, maar die is ook op school te krijgen en die is op school ook online. In dat boekje zie je ook een aantal vergelijkingen. Ik heb hier de keuzegids HBO en de keuzegids Universiteit meegenomen. En ook dat is een naslagwerk waar studenten vaak heel blij mee zijn. Hebben jullie erin gekeken toen dat tijd? Ja, ik heb erin gekeken. Hoe deed je dat? Online heb ik erin gekeken. Uh-huh. En toen ben ik gaan zoeken naar de opleiding die ik misschien leuk vond. Ja. En gekeken naar ook wat studenten ervan vinden. Ja. Is het een goede opleiding? Ja. Ja. En een ander handig ding wat er in die keuzegids staat, is dat je ook dan interessegebieden weg kunt strepen. Ik moet mijn hele leven echt niks met techniek doen, dat wordt helemaal niks. En dat hoofdstuk, dat weet ik dan, dat kan ik dan dicht laten. En ja, dan kan ik wel kijken naar de dingen die ik wel interessant vind. Kortom, er is een heleboel te onderzoeken op het internet over je interessegebieden. Maar heel erg belangrijk, nog veel belangrijker is dat je niet online kijkt, maar dat je ook echt gaat ontmoeten. Moeilijk nu in deze tijd, want veel open dagen zijn online, meeloopdagen zijn online, proefstuderen is online. Maar ontmoeten is wel heel belangrijk. Hebben jullie een tip voor studiekiezers nu in coronatijd, hoe je toch kunt ontmoeten? Ja, op zich wel. Ja? Wat ik zelf heb, is dat ik het hartstikke leuk vind om te vertellen over mijn studie. Ja. En waarom ik de keuze heb gemaakt voor deze studie. Dus op het moment dat ik een studiekiezer naar me toe krijg die mij vragen wil stellen, dan vind ik het hartstikke leuk. En nou, dat zal ook het geval zijn met mijn medestudenten. Dus probeer het virtueel iemand te ontmoeten. Ja, dat is persoonlijk te benaderen. Ja, dat is goed dat je dat zegt. En alle opleidingen zijn ook nu stukje bij beetje bezig om contactmomenten te maken voor studiekiezers. Als ze met mensen zoals jij willen praten. Ja, om te chatten. Ja, ja, of te chatten. Hebben jullie nog een ander idee? Ja, ik denk of hoop dat 1-op-1 meeloopmomentjes wel mogelijk zijn. Ja, dat hoop ik weet ook. In mijn... Wat is een 1-op-1 meeloopmoment? Ja, een 1-op-1 meeloopdag was dat toen ik in de 5e of 6e klas zat. Toen had ik Wageningen Universiteit gemaild of de studie waar ik interesse in had. En ik kon meelopen met een meisje. En dat is wat anders dan een meeloopdag waar je met 30 mensen samen een aantal vakken mee gaat volgen. Maar ik liep gewoon op een willekeurige dag met een willekeurige persoon mee. En dan kreeg ik gewoon een kijkje
in een college wat dus niet uitgekozen was voor mij, maar gewoon hoe het ging. En dat hielp mij best wel om mee te maken hoe de mensen in de zaal zaten. Of ook om met dat meisje gewoon even in de kantine te zitten met een kopje thee. En dat kan natuurlijk gewoon op afstand, maar ik durf dat ook niet in te vullen voor hoe de dat verschilt per hogeschool en universiteit hoe ze dat doen. Maar dat helpt, heeft jou geholpen om je interesses te ontdekken en verder uit te diepen. Voor mij was dat heel fijn. Ja. Nou, dat is ook echt een aanrader. Ja, en wat natuurlijk ook altijd kan, is gewoon naar een campus toe gaan. Hè? Ja. Ik ben vandaag nog op de campus geweest. Het is hartstikke rustig, maar als je daar rondloopt, kun je toch een klein beetje de sfeer proeven. En er lopen ook wel studenten rond, net als andere tijden. Je kunt best een student een vraag stellen. Ja. Zeker, ja. Dat zouden jullie ook niet erg vinden. Nee, ik vind het echt leuk ook eigenlijk. Leuk, ja. De meeste studenten zouden dat denk ik Klopt. Vinden. Klopt. Hebben jullie nog iets toe te voegen aan het hele proces van je interesses ontdekken en langzaam maar zeker de studie... Kan ook straks nog, hoor. Zo anders, maar voor mij in ieder geval. Ja. Goed, oké. Ja. Nou, kortom. Wanneer heb je de beste studie te pakken? Jullie hebben het eigenlijk heel mooi gezegd allebei. Als je een beetje ontdekt wat je wil gaan studeren, dus je vakgebied, je interessegebied, wat je zo ongeveer interessant vindt. Als je goed na hebt gedacht over je niveau, hè, wil ik op een praktische manier of op een wetenschappelijke manier bezig zijn en ook waar. En dan niet in de zin van, is het een leuke stad, maar meer in de zin van, voel ik me oké bij deze sfeer? Past dit bij wie ik wil zijn? Allemaal heel persoonlijke dingen waar je heel goed over na moet denken. Ja. Je hebt daar natuurlijk ook best wel een aantal hulptroepen bij. En ik merk aan studenten, als ze wat verder zijn in de studie, dat ze vaak met waardering praten over wat hun ouders toch in dit proces gedaan hebben. De volgende dia gaat over baan. Hebben jullie ooit nagedacht over je baan trouwens? Ja, maar het heeft me niet geholpen. Ja, nee. Het is vaak heel ver weg. Hè? De meeste studenten ontdekken pas in de laatste fase van hun studie wat hun eerste baan zal zijn. En, ja. Dat is zeker ook niet hun laatste baan. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om eens een keertje op te zoeken wat bijvoorbeeld je startsalaris is. Jazeker. Ja. Waarom is dat nuttig? Ja, om niet voor verrassingen te komen te staan ook. Dat is belangrijk om te weten, gewoon voordat je eraan begint. Ja. Ja, je zei het zo gedecideerd. Denk, Dus voor jou was het belangrijk om te weten waar je aan begint. Wat je, Ja, ik wilde graag alle informatie hebben van tevoren. Ja, dat snap ik. Dat is ook echt heel verstandig. Het kan ook best verstandig zijn als je met studielening te maken hebt. Hè, om te weten wat je ongeveer verdient. Ja. Van, is er nou veel of is er nou weinig dat terugbetalen? Kun je natuurlijk allemaal uitrekenen. Op de blog voor ouders staan verschillende tools, heet dat dan nu, hulpmiddelen om erachter te komen. Ook wat je baankansen zijn. En, er staat een hoop informatie op het blog voor ouders daarover. En de decaan weet natuurlijk een heleboel hierover. Onderschat niet wat de decaan op school allemaal te bieden heeft. Maar hiervoor geldt ook. Heb je hulp nodig, moet je er echt om vragen. Want anders dan zakt het toch weg. Ja. En die decaan die bestaat... Tenminste, in mijn studietijd ook op de universiteit of op HBO. Dus iemand die je nog steeds kan helpen met studiekeuzes. En in mijn bachelor, mijn eerste 3 jaar, heeft mijn decaan ook wel eens gezegd... Geke, kijk anders even bij of in de alumni-brochure. Wat is alumni? Wat is dat? Dat vroeg ik mezelf ook af. Maar dat is dus een foldertje. Maar dan nu niet met je studies, maar met mensen die een studie hebben gedaan. En wat doen ze nu eigenlijk? Ja, dus de folder waarin geschreven staat wat afgestudeerden nu doen. Ja. En dat, niet dat je dat nou per se moet doen, maar als idee. Ja, en dan ook kijken van, nou, deze banen spreken ze me nou enigszins aan. Dat is natuurlijk niet het enige. Maar het hielp me wel een beetje om te kijken van, wil ik hier naartoe of wil ik toch... een stapje de andere kant op zetten. Dat hielp me wel. Ook dus binnen mijn als studerende periode ga je daar nog verder over nadenken. Nadenken over je interesses blijft een hele lange periode belangrijk. Ook omdat ze ook wat kunnen veranderen. En dus, ook kunnen veranderen, daar ben jij het voorbeeld van. Ja, want ik heb eten altijd leuk gevonden. Maar in mijn studententijd
vond ik het veel leuker om te experimenteren. En dacht ik ook, ik wil hier veel meer mee doen. En vond ik sporten ook echt veel leuker dan op de middelbare school. Mm. Ik was nooit heel goed in gym of zo, maar nu vind ik sporten echt heerlijk. Nou, wat dus fijn. Dat is een verandering geweest. Ja. Waarvan ik 10 jaar geleden niet had gedacht dat ik dat als een van mijn hobby's zou noemen. Ja, dus het verandert en houd dat ook een beetje in de gaten. Ja. Maar je verandert ook natuurlijk als je studeert. Ja, je ontwikkelt ook nog. Belangrijk om er thuis over te blijven praten. Hè? Ja, ouders blijven graag aangehaakt. Voor ouders met een kind dat gaat nadenkt over de studie heb ik 10 tips geschreven. Waar heel kort samengevat eigenlijk de wijsheden van Geke en Mirthe in samengevat staan. Die link gaat dan ook weer naar het blog voor ouders. En heel kort kun je dan hier die 10 tips nog een keertje overlezen. Ik wil nu het stukje over studiekeuze en studeren af gaan ronden. En nog een paar dingen zeggen over als je nog niet kunt kiezen. Als je niet kunt kiezen voor een studie, echt niks aan de hand. Stap niet zomaar in een studie dat je denkt van, nou ja, ik zie wel wat het wordt. Probeer je kind ook alsjeblieft niet te dwingen om te gaan studeren. Want nou, de ervaring is echt dat dat niks wordt. En er zijn genoeg andere mogelijkheden om een zinvol tussenjaar te hebben. Jij zei net van, nou, ik heb ook iets anders gedaan tussen mijn bachelor en mijn master. Ook dat merk ik heel vaak. Dat ook studenten tussen hun bachelor en hun master echt even pauze nodig hebben. Even rust nodig hebben om te resetten, om na te denken van nou, wat is nou werkelijk mijn interesse? Welke kant wil ik nou werkelijk op? En nou, je zult straks zien als je werkt dat dat in je werkomgeving ook vaak genoeg voorkomt hoor. In zo'n tussenjaar kun je natuurlijk zat dingen doen. Sowieso belangrijk om door te gaan met studiekeuze en ook belangrijk om voor jezelf een dagbesteding af te spreken. En ik raad ouders ook aan om daar ook met hun kind over te praten. Op de volgende dia zie je weer links over allerlei tips over hoe je een tussenjaar in zou kunnen vullen. Ik wil nog heel kort iets vertellen over geldzaken. Er staan heel wat onderwerpen op deze dia en de onderste nummer 10 is een link naar een webinar dat ik hier samen met studenten over gegeven heb. 16 maart geef ik opnieuw een webinar over geldzaken zoals het nu is. Ook weer met studenten over hoe zij met geld omgaan. Het is natuurlijk belangrijk om daarover te praten, want ja, het kost gewoon veel geld studeren. Ja. En het hele studiefinancieringsmodel gaat zeker veranderen. Dus ik schrijf hier veel over op het blog voor ouders, gaat het hier vaak over, op de Facebookgroep gaat het hier over. En 16 maart hoop ik dat we wat meer duidelijkheid hebben over hoe het gaat met de studiefinanciering. En dan ga ik er ook nog over praten. Studenten hebben gelukkig ook inkomsten en een bijbaan is daar iets heel belangrijks in. Om 2 redenen eigenlijk. Studenten verdienen vaak een hoop geld met hun bijbaan. Maar een bijbaan kan je ook helpen om te ontdekken wat je nou interessant vindt. En dat is ook iets wat je zelf af kunt vragen. Je had het over van, ik wil wat meer praktijk. Nou, je kunt je natuurlijk ook heel goed afvragen in je bijbaan wat je daar leuk aan vindt en wat je daar niet leuk aan vindt. Dat helpt ook bij je groeiproces in interesses ontdekken. De volgende dia gaat over studiefinanciering. Hier staan 4 onderdelen, maar eigenlijk zijn het er 3. De aanvullende beurs, de OV-chipkaart. En 3 en 4 is eigenlijk gewoon lenen. Dus gewoon ja, geld lenen. Over de aanvullende beurs wil ik nog wel iets zeggen. Hebben jullie een aanvullende beurs aangevraagd? Ik heb wel hem even ingevuld, zeg maar. Ja. Dat je vinkje gezet? Ja, precies. Ja, ja. Maar ik heb geen aanvullende beurs, nee. Jammer. Ja. En jij? Hetzelfde. Die vinkjes, binnen een minuut was ik klaar, denk ik. Ja, ja. Het is echt klik en klaar. En dan zie je zag ik heel teleurstellend, soort van, je krijgt niks. Nul. Nou, dat was ook goed. Ja. Maar dat heb je in ieder geval gedaan. Ja. Vorige week was ik op een ouderavond met een jongen die nog 6 weken studeert. Ja. En die zei van, was het echt alleen een vinkje aanzetten, had ik het maar gedaan. Ja. Ja, ach, dat is naar. Dan nu hebben mijn ouders 400 euro per maand bijgedragen. En misschien was dat helemaal niet nodig geweest. Ja, jammer hè? Ja, dat is wel zo. Nou, dat is nee. Ja. Het is echt een vinkje zetten. En er is maar 1 verplichting, namelijk dat je je 3-jarige bachelor of je 4-jarige bachelor binnen 10 jaar afrondt. Dat is alles. Of je master die 1 jaar duurt, 2 jaar of 3 jaar, hangt van het onderwerp af, dat je die binnen 10 jaar afrondt. Ja. Dus binnen 2 keer 10 jaar afstuderen. En dan is het gratis geld. Echt gratis geld.
Ja, mooier kan ik het niet maken hoor. OV-kaart. Ook daar zit eigenlijk maar één verplichting aan. Weer datzelfde. Binnen 10 jaar afstuderen. En dan tenslotte lenen. De lening wordt aangegaan door de student. Ook als de student nog minderjarig is, dan sluit hij of zij de lening af. Dus echt wel iets om thuis eens goed over te praten hoor. Want het gaat wel om zo'n 12.000 euro per jaar die een student kan lenen. De helft van de studenten zegt achteraf, we hebben eigenlijk meer geleend dan we nodig hadden voor het studeren. En dat is jammer, want die schuld, ja, daar heb je natuurlijk wel last van als je een huis wil gaan kopen. Maar hier komen we dus op terug bij het webinar over geldzaken. Ik had het er net al over de ouderbijdrage. Dat is geen verplichting voor ouders. Maar de Rijksoverheid vindt het redelijk als ouders zo'n 400 euro per maand bijdragen. Ik raad ouders wel aan om dat niet tot een eeuwigheid te doen. Hou daarbij de norm aan van de aanvullende beurs bijvoorbeeld. Of nog een jaartje extra. Pamper je kind niet te veel. Het is niet handig om van je kind een eeuwige student te maken. Ik denk dat ik wel een beetje te lief ben geweest voor mijn kind. Want een beetje de geldkraan dichtdraaien kan wel een stimulans zijn hoor. Ja, we gaan nou zo langzaam maar zeker naar de afronding toe. Hebben jullie nog iets wat jullie graag willen vertellen over je passie ontdekken, je interesses ontdekken, ontdekken wie je bent, wat je wil? Nou, dat is eigenlijk al wat ik de hele avond al een beetje heb gezegd. Het is echt super belangrijk, ook als je denkt, misschien kan ik dit niet, ben ik hier wel goed genoeg in? Nou, als jij echt het hartstikke leuk vindt en je kan daar motivatie voor opbrengen, is dat veel belangrijker dan eventuele cijfers die je hebt gehaald op de middelbare school. Want het is ook iets anders wat je gaat doen dan dus die schoolvak, veel breder dan dat. Dus sta je niet te veel blind op, oh, wat voor cijfer heb ik hiervoor gehaald? Maar kijk echt naar waar je die motivatie voor kan vinden. Ja. Je wil niet weten hoe vaak ik dat al mee heb gemaakt, hoor. Ja. Ook studenten die afgewezen waren door een opleiding, waar de opleiding twijfel had bij de studiekeuzecheck. Ja, was bij mij ook. Bij jou ook. Ja, bij de studiekeuzecheck. Als je dan de motivatie hebt en als je voor 1 mei hebt aangemeld, dan mag je altijd gaan studeren. Ja. Ja. Dan gaat het soms echt als een trein. Ja, ging hartstikke goed. Ja. Ik vind het leuk om te zien hoe je telkens, als je het hebt over je passie, dan ook echt laat zien hoe blij je daarmee bent. Ja. En dan is studeren ook een fijne tijd, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, studenten hebben het af en toe best zwaar tegenwoordig. Maar als je maar weet van, nou, ik ben op mijn plek, hier ben ik thuis, dat is een grote zekerheid. Ja, dat is fijn, ja. Ja, en het helpt soms, voor mij hielp het ook wel om te kijken naar andere mensen die me aanspraken. Dus er was een Zweedse man en hij was gezondheidswetenschapper en ook arts, is overleden, maar hij sprak altijd, hij gaf presentaties, zelfs toen hij 75 jaar oud was, over hoeveel kinderen er momenteel nog stierven aan bijvoorbeeld malaria. En dan ging hij uitleggen hoe we dat konden aanpakken en dan met een mooie grafiek hier en daar. Het was best Heb je van die man les gehad hier op de universiteit of praat je nu over televisie? Ik praat over, niet eens televisie. Ik heb nooit televisie gehad, dus waar heb ik dat gezien? Ja, op YouTube denk ik. Ja? Ja, dat je dan een beetje zo scrolt en zo'n eindeloze scrollsessie belandt en dan ben ik daar uitgekomen. En dat was een man die het dus had over gezondheid en over belangen vooral. Ja, dat met een moeilijk woord, preventieve gezondheid. Dus niet per se het genezen van mensen, maar hoe kunnen we voorkomen dat ze ziek worden? Hoe houden we de wereld gezond? En toen dacht ik, ik weet niet wat je hebt gestudeerd, maar dit vind ik zo leuk. Dus dan heb je een soort persoon als doel. Je hebt een idool of ja, zo. Oh ja, een idool. Ja. Al zoekend op YouTube heb je iemand toevallig ontmoet. Ja. Die precies zei wat jouw passie was. Ja, dus idolen hoeven niet alleen zangers of zo te zijn, maar ook mensen in een vakgebied. En dan kan je ook een beetje kijken, oké, dit is een man praat. Nou, voor mij was dat dan over gezondheid, over voeding. Dit vind ik kennelijk leuk. Een stukje onderwijs, een stukje uitleg, kennis. Ook gewoon wel iets van analyse van wat is er gaan in een land. Interessant. En dan ging ik zoeken, wat past daarbij? Want ik word heel enthousiast van deze man. Ja, dus dat kan. Ja, voor mij heeft dat erg geholpen om ook te kijken wie spreken me aan, wie zijn voorbeelden. Voor mij kan ook je buurman zijn, maar dat kan ook helpen om verder te komen. Ja.
Dus weer dat netwerk, hè? Wie kan mij helpen? Dat is eigenlijk ook wat je zegt. Ja. Van om je heen kijken naar je netwerk, de mensen. Ja, ja, of vraagt heel direct van waar ben ik nou goed in? Ja. En dat is een beetje een soort van ongemakkelijk soms. Je hoeft niet te lang door te gaan hoor, maar weet je zo. En dat anderen, die kunnen ook echt dingen noemen waarvan ik niet wist van mezelf dat dat kennelijk opviel. Ja. Ja. Nou, ik vind dat jullie een mooi verhaal er neer hebben gezet. Hm. Ja, ik zou zelf eigenlijk nog een beetje af willen sluiten met toch een positieve boodschap. Ik heb misschien wel 100.000 studenten langs zien komen. En bijna alle jonge mensen moeten echt zoeken naar waar hun werkelijke passie, hun werkelijke interesse ligt. Maar bijna iedereen vindt dat ook. Soms duurt het wat langer. Vooral bij jongens duurt het wat langer voordat ze echt de klik hebben. Maar de meeste jonge mensen vinden dat wel. En wat ik echt wel mee wil geven aan studiekiezers en ook aan ouders, van praat er ook samen over. Want het zoekproces, dat gaat natuurlijk gewoon een leven lang door eigenlijk, als het goed is. Mail of bel mij gerust als er na vandaag vragen zijn. Ik stuur deze presentatie op naar de mensen die zich hebben aangemeld voor dit webinar. Kijkt u nou naar het webinar omdat u het toevallig op YouTube hebt gevonden of terug hebt gekeken en u wil de presentatie hebben met alle interessante links, stuur ik hem natuurlijk graag op. Mijn mailadres staat hier, kunt ook bellen. Ik heb geprobeerd het vanavond wat luchtiger te houden, maar wil je het nou helemaal luchtig houden, dan is het leuk om eens te kijken naar het studiekeuze stripboek. Dat is geschreven door studenten en ik heb dat natuurlijk op de achtergrond een beetje aan meegekeken. Om in plaatjes eens te kijken van hoe kan zo'n studiekeuzeproces nou eruit zien. Studiekeuzekind.nl, een blog waar veel interessante artikelen over staan over deze onderwerpen. Facebookgroep voor ouders, daarin wisselen ouders nieuws uit. Vaak moeders, maar vaders mogen natuurlijk ook nieuws uitwisselen. Want wat jij al zei, Geke, van jouw vader gaf dan praktische dingen. Nou, dat is heel nuttig. Ja, dat, soms even schop onder de kont gaan. Schop onder de kont geven, ja. Goed, ouders wisselen daar nieuws uit en ik zet er ook nieuwsberichten op. Ja, en dan deze serie webinars. Ik mag iedere maand een webinar geven. Dit is de tweede in de serie. De eerste kun je nog terugkijken. Die ging over dat studeren meer is dan kennis opdoen, dat ook een groeiproces is. Heel belangrijk. Deze ging dan over interesses, je interesses leren kennen. Het volgende gaat over extra ondersteuning vragen. Iets wat bijna iedere student nodig heeft en wat je niet zomaar kunt. Dat is wel iets waar ouders hun kind op voor moeten bereiden, hoe je dat doet. Extra ondersteuning vragen. Nou ja, uiteindelijk gaat het ook over wat kun je doen als je gaat twijfelen. Dat is het webinar in januari. En het webinar van februari gaat over doorstroom van hbo naar universiteit. Hbo, prachtige opleiding. Maar er zijn echt wel hbo-studenten die ook nog graag een universitaire opleiding willen doen. Daar gaan we het dan over hebben, samen met de student die die stap gemaakt heeft trouwens. En dan 16 maart, de laatste van dit studiejaar over geldzaken. Dus zijn er vragen, laat het me weten. Ik hoop dat het nuttig is geweest vanavond. Ik vond het heel leuk met jullie. Ik heb er zelf ook weer het nodige aan gehad. Mooie vragen stelden jullie, mooie dingen vertelden jullie. Dus dankjewel. En ouders en studiekiezers, studenten, bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Fijne avond nog.